Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto kunnen we goed zien dat we te maken hebben met veel bewolking. Die bewolking hangt samen met een stormdepressie die van de Britse eilanden over de zuidelijke Noordzee richting de Baltische Staten aan het trekken is. Die depressie die ligt daar en is dus langzaam verder aan het trekken. Uiteindelijk komt die ongeveer daaruit. We hebben de meeste wind inmiddels ook al gehad. Het heeft een enige tijd gestormd aan de westkust en ook waren er forse windstoten. Die windstoten die kunnen we ook even samenvatten op een kaartje. In de noordwestkust heeft het zelfs even 100 tot 110 km per uur gewaaid. In de rest van het land windstoten zo tussen de 70 en 90 km per uur. Inmiddels is de wind dus aan het afnemen. Hij is aan het draaien ook van zuidwest naar west. Vanavond gaat de afname ook geleidelijk aan verder. Uit de bewolking die over het land trekt, valt natuurlijk ook regen. Dat kunnen we ook op de radenbeelden zien. De felle lijn die we hier op de radenbeelden zien, dat was de buienlijn waar de meeste wind op stond. Daarachter is de wind gedraaid en dus aan het afnemen. De tweede helft van de middag wordt het geleidelijk aan op veel meer plaatsen droog. Met name in de kustgebieden kunnen nog wel een paar buien vanaf zee binnendrijven. Het plaatje voor vanavond ziet er dan ook zo uit. Veel bewolking, misschien een enkele opklaring in het noordwesten, in het zuiden en zuidoosten nog een klein beetje regen. Maar ook daar wordt het laat vanavond en komende nacht geleidelijk aan droger. De wind is nog matig en zeekrachtig of hard, windkracht 4 tot 7. Vannacht koelt het af naar zo'n 4 of 5 graden. De wind neemt nog iets verder af, verder kan er een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen zal het wel droog zijn. En af en toe klaart het op, maar bewolking houdt verder toch de overhand. Dan morgen overdag. In eerste instantie veel bewolking en op de meeste plaatsen wel droog. Later op de dag vanuit het noordwesten gaat het opklaren, breekt de zon door, maar trekken er ook een paar buien over het land. Het wordt 5 tot 7 graden, daarmee is het minder zacht dan vandaag. De waarde matig aan zee nog altijd krachtige wind uit westelijke richtingen. Dan de dagen daarna, zondag, in eerste instantie droog weer met zonnige perioden. In de avond kan het vanuit het westen gaan regenen. Het wordt 4 tot 7 graden. Maandag en dinsdag is het weer wisselvallig en gaat de temperatuur omhoog naar ongeveer 9 of 10 graden, zeker op de dinsdag. Daarbij hebben we soms wat zon, maar ook perioden met regen. En vooral aan zee gaat de wind weer flink toenemen. En als we nog wat verder op de langere termijn kijken, dan zien we dat van winterweer voorlopig geen sprake is. De middagtemperatuur blijft veelal tussen de 5 en de 10 graden. En vooral op woensdag en donderdag, misschien zelfs nog boven de 10 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.